Ik werk inmiddels 20 jaar in het voortgezet onderwijs. Ik ben in 1999 afgestudeerd aan de ALO en ik doe de cursus evalueren, toetsen en beoordelen. Je ziet hoe het 20 jaar geleden was en nu is er een heel groot verschil. Er komen steeds meer nieuwe denkwijzers. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe hou je het voor jezelf leuk en uitdagend voor de kinderen? Ik heb de cursus gevolgd bij het HVA vanwege de expertise van een aantal docenten. Ik had veel gehoord over Fabian. Die maakt het helder en duidelijk voor mij. Het voordeel is dat ik de opdrachten mee kan nemen in mijn werk. Na elke cursusdag krijgen we een opdracht mee. En daar kom je de volgende cursusdag weer mee terug. Evalueer je met je collega's hoe dat gegaan is. Deze cursus is 3 avonden, verdeeld over 5 à 6 weken. En dat is goed in te delen. Zo kan ik er ook meerdere per jaar doen. En zo blijf je dus ook up-to-date. Ja, wat we van cursisten vaak horen is dat ze het idee hebben dat vanwege de stagiaires die ze krijgen vanuit de HVA dat hun kennisniveau vernieuwd kan worden of verbeterd. Ja, wat we belangrijk vinden is dat mensen leergierig zijn, die een uitdaging zoeken en graag ook over hun eigen horizon willen stappen. Dus dat betekent dat ze van de gebaande paden afwijken en proberen tot nieuwe inzichten te komen met behulp van andere collega's uit het werkveld. Ja, ik denk dat het heel erg nuttig is om naar zo'n nascholing te komen. Los van het feit van nieuwe uitdagingen zoeken binnen het werk. Maar ook vooral door de contacten die je opdoet binnen je netwerk. En ik denk ook zeker dat de kennisverrijking of verdieping die wordt aangeboden zeker ook nuttig kan zijn voor het vervolg in het werkveld.